Meneer Staatsma. Ik ben Karim. Ik ben Karim, meneer Schaafsma, en ik kom u verzorgen. Ik ga u eerst een injectie geven tegen de pijn. En dan wilt u misschien wel weer eens geschoren worden en lekker gewassen. En dan ga ik proberen u iets te laten eten en drinken. Nou, u hoeft niet zo bang te kijken hoor, u voelt er niks van. Die komt me te grazen nemen. Hij heeft me gespot al een maand terug. Nu Nederland islamitisch is geworden, kan hij officieel zijn gang gaan. Ze willen wat van u, hè, de politie. Ja, ik mag eigenlijk niks zeggen, maar het komt als ik u zie, hè, zo'n lieve man. Dan denk ik, ja, wat kan die nou eigenlijk te bekennen hebben? Bekennen, ja. Als ik weer kan praten, zal ik het ze vertellen. Hoe ik Gabriel heb verkracht en doodgemaakt. Gewoon uit smeerlapperij. Omdat Neptunus in de waterman staat. Op sommige horoscopen heeft dat invloed. Sadisme, perversie, al die gewelddadige tendensen worden nu doorgevoerd. Een lichaam binnendringen. Met stijve pikken en dildo's. Dan bewerken met mes, glasscherven. Het zit in de tijd, je kunt je er niet tegen zetten. Ziet u nou dat het geen pijn heeft? Toch kijkt u nog steeds bang. Bang en treurig. Is het om de politie? Of is het om mij? Nou, het gebeurt wel meer hoor, dat mensen even schrikken als ik aan hun huis kom. Ik zal wel de doodstraf krijgen. Executie in een stadion. Zoals ze doen in Kabul. En Driekje mag me natuurlijk een genadeschot geven. Na de stokslagen en de steniging. Terecht, ik heb het zwaar verdiend. Marokkania, maar gewoon tweede generatie hoor. Bijna heel mijn leven Nederlands gesproken. Mijn zus is nu bijna arts. Nou, dat red ik niet. Zij is slimmer dan ik. Nee, het is niet om mij dat u zo kijkt. U bent een beschaafd mens, dat zie je zo. Geen domme vooroordelen en racisme. Een vuile hond, zeg het maar. Dat de islam Nederland heeft overgenomen, is ook mijn schuld. Ik moest zo nodig over straat met mijn baret van Prada op. Veel te provocerend. De moslims stoten zich daaraan. Geen wonder dat ze het niet langer pikten. Homoseksuelen zijn niet geboren uit een vrouw, volgens hen, maar uit stront. Het is ook zo. Seksverslaafd zijn we. Niks dan heiligheid en promiscuïteit. U bent gay, hè? Ik zag het meteen. Vindt u het erg dat ik het zeg? Ik ben het zelf namelijk ook. Ik ben wel een beetje jaloers op u, hoor. U hebt er natuurlijk meteen vooruit kunnen komen. Het is nu even erg moeilijk voor u, maar u heeft vast een fantastisch leven gehad. Nou, u bent heel aantrekkelijk geweest, dat zie ik heus wel. Trouwens, nog. Nou, ook al bent u een beetje beschadigd. De seksuele revolutie, daar is het mee begonnen. Ik heb er ook aan mee gedaan, midden jaren 60. Nadat we ons altijd stil hadden moeten houden, er niet vooruit konden komen. Ik weet nog hoe we s'nachts door de Leidse straat liepen en hard gilden. Plotseling durfden we ons te laten horen. Vanaf toen ging het snel. Het was al moeilijk om het mezelf toe te geven. Van huis weggelopen, de hoer gespeeld. Uiteindelijk kwam ik terecht in een opvanghuis. Voor moslimhomo's. Veel gepraat. Vooral over dat de Koran het niet verbiedt. Nou, vanaf toen ging het beter.